Nederlandse Modelspoordagen, Rijswijk. De Nederlandse Modelspoordagen is het event dat nagenoeg alle facetten van de modelspoorwereld beslaat. 2 dagen lang modelbanen kijken, modeltreintrends ontdekken, modeltreinen en toebehoren kopen en leren. Meer dan 150 stands aan nieuwe en tweedehands goederen en over de 40 modelspoorbanen, waarvan 20 primeurs uit binnen- en buitenland staan voor u klaar. De schaalmodellen omvatten locomotieven, rollend materieel, trams, sporen, signalisatie, kranen en landschappen, waaronder platteland, wegen, bruggen, gebouwen, voertuigen, havens, stedelijk landschap, modelfiguren, lichten en functies zoals rivieren, heuvels, tunnels en ravijnen. De vroegste modelspoorbanen waren de tapijtbanen in de jaren 1840. De eerste gedocumenteerde modelspoorbaan was de spoorweg van de keizerlijke prins, Frans, Geminde Ver du Prince Imperial, gebouwd in 1859 door keizer Napoleon III voor zijn toen 3-jarige zoon, ook Napoleon, op het terrein van het Château de Saint-Volk in Parijs. Het werd aangedreven door een uurwerk en liep in een cijfer 8. Elektrische treinen verschenen rond het begin van de 20e eeuw, maar dit waren grove gelijkenissen. Modeltreinen zijn tegenwoordig realistischer, naast dat ze veel technologisch geavanceerder zijn. Tegenwoordig maken modelbouwers modelspoorbanen, waarbij ze vaak echte locaties en perioden in de geschiedenis nabootsen.
werelds oudste nog werkende modelspoorbaan is een model ontworpen om seingevers te trainen op de Lancashire en Yorkshire Railway. Het staat in het National Railway Museum, York, Engeland en dateert uit 1912. Het bleef in gebruik tot 1995. Het model werd gebouwd als een oefening door leerlingen van de Horwich-fabriek van het bedrijf en werd door Bassett Loken van Rolland Materieel voorzien. De betrokkenheid varieert van het bezit van een treinstel tot het besteden van uren en grote sommen geld aan een groot en verleidend model van een spoorlijn en het landschap waar deze doorheen gaat, een layout genoemd. Hobbyisten, spoorwegmodelbouwers of modelspoorders genoemd, kunnen modellen onderhouden die groot genoeg zijn om te rijden. Modelbouwers kunnen modeltreinen verzamelen en een landschap bouwen waar de treinen doorheen kunnen. Ze kunnen ook hun eigen spoorweg in het klein exploiteren. Voor sommige modelbouwers is het doel van het bouwen van een layout om deze uiteindelijk te laten werken alsof het een echte spoorweg is, als de layout is gebaseerd op de fantasie van de bouwer, of zoals de echte spoorweg deed, als de layout is gebaseerd op een prototype. Als modelbouwers ervoor kiezen om een prototype te modelleren, kunnen ze spoorvoorsporen producties van de echte spoorweg in miniatuur reproduceren, vaak met behulp van prototype spoordiagrammen en historische kaarten.
Layouts variëren van een cirkel of ovaal van een baan tot realistische reproducties van echte plaatsen op schaal gemodelleerd. Waarschijnlijk is het grootste modellandschap in het VK te vinden in het Pandom Museum in Oxfordshire, VK, waar een EM-meter, dezelfde schaal van 1,76:2 als 0,0 maar met een nauwkeuriger spoorbreedte, model van de Vale of Whitehorse in de jaren 1930 in aanbouw is. Het museum herbergt ook een van de vroegste landschappelijke modellen, de Meadow Valley Layout, gebouwd door John Ahern. Deze werd eind jaren 30 tot eind jaren 50 gebouwd en bracht realistische modellering met zich mee, die aan beide kanten van de Atlantische Oceaan werd behandeld in de tijdschriften Model Railway News en Model Railroade. Beconscot in Buckinghamshire is het oudste modeldorp en heeft een modelspoorbaan uit de jaren 30. Werelds grootste modelspoorbaan in schaal H0 is de Miniatur Wunderland in Hamburg, Duitsland. De grootste modelspoorbaan van Nederland staat bij Madurodam. De grootste live stoom layout, met 40 kilometer spoor, is Train Mountain in Chiloca, Oregon, VS. Operaties vormen een belangrijk aspect van het modelleren van het spoorvervoer, waarbij veel layouts zijn gewijd aan het nabootsen van de operationele aspecten van een werkende spoorweg. Deze layouts kunnen extreem complex worden met meerdere routes, bewegingspatronen en dienstregelingen. De Britse modelspoorbaan van Banbury Connections is een van 's werelds meest gecompliceerde modelspoorbanen. Er zijn modelspoorclubs waar liefhebbers elkaar ontmoeten. Clubs tonen vaak modellen voor het publiek. Een gespecialiseerde tak concentreert zich op grotere schalen en meters, waarbij gewoonlijk spoorbreedtes van 89 tot 191 mm worden gebruikt. Modellen in deze schalen zijn meestal met de hand gebouwd en aangedreven door stoom of dieselhydraulisch, en de motoren zijn vaak krachtig genoeg om tientallen menselijke passagiers te vervoeren. De Tech Model Railroad Club, TMRC,
aan het MIT was in de jaren 50 een pionier op het gebied van automatische besturing van spoorwissels met behulp van telefoonrellen. De oudste vereniging is de Model Railway Club, opgericht in 1910 in de buurt van King's Cross, Londen, VK. Naast het bouwen van modelspoorbanen heeft het 5000 boeken en tijdschriften. Evenzo is de Historical Model Railway Society in Butterley, in de buurt van Ripley, Derbyshire, gespecialiseerd in historische zaken en heeft archieven beschikbaar voor leden en niet-leden. Hallo, bedankt voor het kijken naar deze productie van JN Productions. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. U kunt abonneren door op de logo in de rechter benedenhoek te klikken. Alvast van harte bedankt en tot ziens.